Zo mensen, goedendag iedereen. Ik hoop dat het goed gaat met jullie allemaal. Ik ben weer even live gekomen na lange tijd. Ik kom niet zo vaak meer live. Wegens bepaalde drukte. Maar ik hoop natuurlijk dat jullie het allemaal fijn maken. En vanuit u doe ik jullie allemaal de groeten. Vanuit mijn hart natuurlijk. Lieve mensen, de situatie in het land is natuurlijk moeilijker geworden voor bepaalde mensen. Mede door het weer. We hebben nu slecht weer. En daardoor hebben wij dus te kampen met overstromingen enzovoort. Maar dat komt slechts door het slecht weer. We kunnen er niets aan doen. En zoals de meeste mensen weten, werk ik nu voor de VAP. Ik ben nu in dienst bij de VAP. Ik werk voor de VAP. En uiteraard zijn er mensen die zeggen, ja, Miranda is bij de VAP voor geld. Maar, lieve mensen, het is eigenlijk een gebaar. Ik vind het wel verwerpelijk. Het is een gebaar die verwerpelijk is. Omdat bepaalde mensen zeggen, ja, Miranda is bij de VAP voor geld. Nou, daarop zou ik willen opmerken, welke ambtenaar werken nou gratis dan? Welke ambtenaren werken nou gratis? Volgens mij overal waar ze aan het werken, waar ze aan het werk zijn, werken ze voor geld. Dus niemand werkt gratis. Dus de ambtenaren, die werken allemaal voor geld. Dus als ik bij de VAP in dienst ben en ik krijg daar betaald, ik word betaald, dan is het heel normaal. Dat is toch niet abnormaal? Dus sommige mensen roepen, Miranda is bij de VAP voor geld. Ja, ik werk voor de VAP. Nu. Dus het is logisch dat ik betaald word. Want ik werk voor de VAP. Daarom ben ik nu bij de VAP. Ik werk voor hun. Lieve mensen, verder over de situatie. De situatie in het land, ik kan jullie zeggen over de economie. Ik ben een van de sprekers van de VAP, een van de woordvoerder van de VAP. Niet de woordvoerder, want de partij heeft meerdere woordvoerders, niet alleen één. Het is een grote partij, dus één persoon alleen kan het werk echt niet doen. Want als je in de omgeving Nikeri komt, dus het Westen, heb je daar ook iemand anders die woordvoerder is? Overal heb je iemand anders die het woord voert voor de VAP, voor de partij. Want de partij is een grote orga. Maar lieve mensen, de situatie in het land. Meneer Germain, welkom. En iedereen hier natuurlijk welkom. Iedereen die nu hier kijkt, jullie allemaal welkom. Ik zal even snel praten, want ik kan niet te lang online blijven. Ik moet verder. Maar iedereen, jullie allemaal die hier nu aan het kijken zijn, welkom. En inderdaad, ik zal even reageren op meneer Germain Dijksteel. Wat meneer Dijksteel net heeft aangehaald, is natuurlijk het volgende. Dat we hebben het land aangetroffen met een kapot economie. We hadden weliswaar een lagere koers, 1 op 7. En later is het vervolgens 1 op 15 tot bijna 1 op 18 tot bijna 1 op 20 geworden. En aansluitend waren ze van plan om een valutawet te lanceren. En die valutawet die ging vervolgens niet door. Omdat wij dus van de VAP, de ABOP en de NPS natuurlijk kortgeding aanhangig hadden gemaakt bij de rechtbank. En de rechtbank die had Sulks natuurlijk rechtmatig getoetst, waardoor het van tafel werd geveegd. Dus het is wel, de rechters die hadden toen wel ingezien dat het overeenkomstig niet goed uit zou komen op dat moment. Dus en daarom ging die valutawet ook niet door. En vervolgens zijn wij dus ook, na de verkiezingen hadden wij bepaalde zaken moeten veranderen. Alleen maar om inkomsten te vergaren voor het land. Want de economie, het leek stabiel, maar het was niet stabiel. Omdat wat wij toen hadden, of waar bepaalde mensen toen in aanmerking voor kwamen,
Nou, inhoudende bijvoorbeeld bepaalde gratis pakketten, bepaalde gratis middelen enzovoort. Dat is niet duurzaam te noemen. En omdat het niet duurzaam is, dan kun je dus het land ook niet verder op niveau conditioneren. En derhalve al die problematieken die we nu hebben in het land. Omdat we hebben nooit eigenlijk, de focus was nooit gebaseerd op duurzaam beleid. En overigens, als we praten over een aantal jaren terug, nou ja, dat is dan de vorige regering. Sorry, maar ik kan het niet anders zeggen, maar het is de vorige regering. En de ABOP, die was ook schuldig aan bepaalde dingen die toen gebeurden en zo. En het beleid was meer eigenlijk gebaseerd op een showgedrag. Hè? Wat men toen deed, was meer een showgedrag. Een showbeleid was het. En het leek allemaal wel heel geweldig te zijn. Maar het was allemaal eigenlijk bedrog. Omdat er was geen sprake van duurzaam beleid. Lieve mensen. En omdat wij destijds geen duurzaam beleid hadden, daarom hebben we nu zoveel zaken moeten doorvoeren. Onder andere verhogingen enzovoort. Omdat nu bijvoorbeeld, als we dan kijken ter zake bepaalde subsidies, nou ja, vanuit subsidiair oogmerken mogen we zeggen dat wij dus bepaalde subsidies hebben natuurlijk afgeschaft en dan wel verminderd, dan wel verhoogd. Hè? Dus dat alles hebben we gedaan alleen om de financiële situatie te conditioneren. En waarom moesten wij zoveel zaken conditioneren om geld binnen te halen voor het land? Omdat, lieve mensen, we hebben maandelijks miljoenen uitkeringen die wij moeten uitbetalen. We hebben miljoenen schulden die wij maandelijks moeten uitbetalen. En ja, waar moeten we dan anders dat geld vandaan halen? Dat geld hebben we niet. Dus wij moesten dat geld wel ergens vandaan halen. En derhalve bepaalde maatregelen getroffen. Omdat ik zeg altijd, ja, je moet van goede huizen komen. En je moet natuurlijk ook, ik wil niet opscheppen of zo, maar je moet wel verbaal een beetje sterk zijn. En je moet ook gesprekstoffen hebben om het beleid te kunnen verdedigen. Maar lieve mensen, het is niet met opzet dat wij bepaalde mensen willen laten lijden of zo. Dat is het niet. Er is geen sprake van opzet. Ik kan jullie zeggen dat wij moesten juist ingrijpen om het land te kunnen redden. En om bepaalde situaties te kunnen redden. Er is geen sprake van opzet. Want tot nu toe heb ik bepaalde stukken onder ogen gehad. Ik heb een aantal stukken gelezen. En ik kan jullie zeggen, nou ja, dat, ja, soms weet ik het ook niet. Maar we moesten bepaalde maatregelen doorvoeren om de situatie een beetje te kunnen redden. En nu zeggen bepaalde mensen van ja, we willen die en die en die willen wij zetten als president. We willen die en die en die en die zetten als president. Nou, en daarop zeg ik, nou ja, ik heb mijn twijfels. Want ik ben er niet van overtuigd. Want we zitten juist nu op de goede weg. En bepaalde mensen die willen weer gaan wisselen. Bepaalde mensen willen weer gaan ruilen. Nou, en dat geeft mij ik heb er niet zo'n goed gevoel over. Dat geeft mij een raar gevoel. Want nu alles juist prima gaat, willen bepaalde mensen zeggen van, nou ja, wij willen gaan ruilen. En eigenlijk, ze willen gaan ruilen. Maar als je die groep vraagt van, nou ja, en wie heb jij in gedachten om te plaatsen als een eventueel president? Dan weten ze het ook niet. Dus ze weten het niet. Ze zeggen wel, ja, wij willen wel een andere president hebben. Ofwel, wij willen iemand anders implementeren. Dus met dwang willen ze een andere president plaatsen. Maar als je ze vraagt
Van ja, maar wat zijn je plannen dan? En wie wil je plaatsen als president dan? Dan weten ze het niet. En dan durven ze het ook niet hardop te zeggen. En dat komt eigenlijk dat erop neer dat men dus eigenlijk een beetje een loopje aan het nemen zijn met het land. En, hè, want als je niet weet wat je eigenlijk allemaal wilt. En bepaalde mensen, de meeste mensen die nu het haar schreeuwt en zo, die nu aan het schreeuwen zijn, dat zijn mensen die juist het land gezamenlijk hadden verpest. En die mensen die zijn nu aan het schreeuwen eigenlijk. Die schreeuwen eigenlijk nu het haarst. En ik zeg daarop, lieve mensen, kijk, ik ben benaderd door de VAP. Ik werk nu voor de VAP. Ik ben een van de sprekers van de VAP. Een van de woordvoerders van de VAP. En nog een aantal andere taken erbij. Maar laten we dat voorlopig in het midden laten. Maar wij moeten nu gezamenlijk voorop stellen dat wij niet anders konden, lieve mensen. Subsidiair. Nou ja, ik zou willen zeggen, nou, als we nu kijken naar een substantie of een substantiële, hè, een klein beetje van dat van wat wij toen hadden meegemaakt. Nou ja, het leek allemaal op een heleboel goeds enzovoort. Maar het was allemaal schijn, lieve mensen. Het was schijn. Want wat denken jullie nou dan? Dat wij in eeuwigheid kunnen doorgaan met gratis dit, gratis dat, gratis zus, gratis dit, gratis dat enzovoort. Denken jullie dat duurzaam is? Dat is niet duurzaam. En wanneer we praten over duurzaam beleid, een duurzaam beleid. Kijk, Chan, ik zei het al eerder dat Chan is heel blij. Hij heeft Benny Miranda terug als een van zijn spreker, een van zijn woordvoerder. Omdat je moet wel van goede huizen komen als de VAP jou gaat benaderen om te werken voor hun als een van de spreker, een van de woordvoerder. Dan moet je wel van goede huizen komen. En dan moet je in staat zijn om inderdaad het woord te kunnen verdedigen. Het woord te kunnen voeren. Lieve mensen, 1 en 1 is 2. Of je mag ook zeggen 1 en 1 is 4 of 1 en 1 is 3. Maar vooropgesteld dient te worden dat de situatie, het leek allemaal wel beter, maar het was niet beter. Het was juist heel erg. En wat wij aantroffen, 25 mei 2020, ja, het is eigenlijk, ja, het is echt iets om, eigenlijk als je niet sterk bent, dan zou je zeggen, nou ja, ik stop ermee of ik geef alles op, ik kap ermee. Want de situatie is zeker niet mooi te noemen. De financiële situatie van ons, oké, als ik jullie even terugnemen, dan praten we wel over, een koers van, nou ja, 7 SAD tot en met 18 SAD tot en met 20 SAD. En we hadden in 2020 hadden we een groei van zogenaamd 2%. De economie, 2%. En we hadden een BBP vastgesteld toen op 60%. Inkomsten binnenland, inkomsten buitenland, uitgaven daarvan. Dus wat wij dus aan leningen mochten doen, 60%. Maar ook dat was eigenlijk, ja, niet goed. Dat was toen niet goed. Waarom was dat niet goed? Want ook toen bleven wij lenen. En we betaalden niets terug. En we hadden ook geen inkomsten, lieve mensen. Dus omdat wij geen inkomsten hadden, ja, hadden wij eigenlijk niet zoveel moeten lenen destijds. Ik kan het niet anders zeggen. Ik wil niet met de vinger wijzen en ik wil ook geen mensen beschuldigen enzovoort. Maar we hebben het toen ook niet goed gedaan. Dus de vorige partij, de vorige regering en zo, we hebben het gewoon niet goed gedaan. We hebben er eigenlijk, ja, een zootje van gemaakt, een puinhoop van gemaakt. En nu zijn wij dus alles aan het opruimen. Omdat wat er toen gebeurde, het was heel slecht. En ja, de vorige partijen, de vorige regering, waar onze
onze partner ABOP ook deel van uitmaakte. Ja, nou ja. En daarom nu, de ABOP, die mag nu wel in de lucht springen om te zeggen van nou ja, dit gaat niet goed, zus gaat niet goed. Maar de ABOP, die was er wel partij van. Hè? 10 jaar lang zou je kunnen zeggen. Want die schade, die bleef wel doortrekkend bijna 10 jaar lang. En de ABOP, die was er ook. Die is ook schuldig aan zulks. Dus dat eigenlijk zou de ABOP nu heel stil moeten blijven. Hè? Dus ook bepaalde roeping vanuit de ABOP kan zus en zus en zus en zus en zus. Nou ja, ik hoor het hier en dan gaat het daar maar uit. En die beschuldigingen ook richting mijn kameraad meneer Stanley. Hè? Dus Stanley Raghubazing van Financiën. Die beschuldigingen richting hem over Financiën dat hij dan... Dat hij dan met opzet de ABOP-ministeries geen financiële middelen zou willen geven of heeft verstrekt. Dat is natuurlijk onzin, omdat het gaat niet zo gemakkelijk. We kunnen bepaalde zaken afwikkelen, maar dat geeft nog geen garantie dat bepaalde zaken binnen een week of 2 weken of een maand uitgekeerd kan worden. En dat zijn zaken waar we rekening mee moeten houden. Dus lieve mensen, deze mensen die moeten een beetje normaal doen en een beetje zachtjes fluiten. Want het is niet alleen de VAP die nu aan het roeren is. Het is niet de VAP die het alleen voor zeggen heeft nu. Dus lieve mensen, wij zijn nu keihard aan het knokken, aan het vechten om alles beter te maken voor iedereen, voor het hele volk. Ik heb al gezegd dat we moeten het volk tegemoetkomen. We moeten het volk aan het volk denken. En we moeten het volk ook benaderen. Ik had al een opmerking gemaakt, maar dat is een psychologische opmerking. Over vanuit subsidiair oogmerken bekeken moeten wij een het volk benaderen om hen op een of andere manier bepaalde gebaren te tonen. En wel natuurlijk in de ruimste zinnen. Hè, dat de meeste mensen begrijpen dat wel. Maar dat moet wel gebeuren. Want we kunnen natuurlijk ook niet alleen maar bla 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 met de mond. Ook andere methodes moeten wij nu gaan toepassen, lieve mensen, om bepaalde mensen te bereiken. En over de situatie in het land, ik kan er echt heel, heel kort over zijn. Oké, we hebben nu bepaalde problemen, wateroverlast, et cetera. Nou, ik betreur dat. Dat is de natuur. Dat heeft niks te maken met iemand. Het is niet iemands schuld. Het is de natuur. Ik heb vandaag ook toevallig gegoogeld en een aantal artikelen gelezen voordat ik live kwam. Ik heb gelezen dat wij hier in Suriname, nou, voordat ik op de wereld was, voordat ik geboren was, hier op de wereld kwam, hadden wij al wateroverlast hier in Suriname. Dat is al sinds 1930, 1940 is dat al zo. Ga zelf maar googelen. Dus het is al jaren, het is niet vandaag begonnen dat wij last hebben van wateroverlast hier. Hè, het is sinds 1940, 1930, 19, enzovoort. Hè, dat ga maar lezen. En dan zullen jullie zien dat en de klimaat is ook veranderd. Dus het is eigenlijk slechter geworden. Dat is niet iemand zijn of haar schuld. En bepaalde mensen die halen ook uit, richting mijn collega, dan kennis van mij, mevrouw Risma. En ja, dat is niet zo leuk. Want die mevrouw is onschuldig. Mevrouw Risma, zij is een hele lieve mevrouw. Echt een zachte mens. Een hele lieve mens. En ja, een vrouw. Ja, het is niet leuk om zo uit te halen richting een vrouw. Dus die vrouw, die verdient wel enig respect vanuit de samenleving ook en vanuit ook andere kanten. Dus die mevrouw, die probeert juist de zaak een beetje te redden. En die mevrouw Risma, zij kan ook geen ijzer met haar handen breken, toch? Zij kan ook niet toveren. Dus die mevrouw, die doet haar best. Zij heeft haar best gedaan om ook bepaalde zaken in orde te maken. Zij, meer kan die mevrouw gewoon niet doen, lieve mensen. Ik ben klaar met praten. Ik ga niet reageren nu op mensen die rommel schrijven. Ik zal straks een aantal blokkeren weer. En dan zullen jullie het lijst zien.
van mensen die geblokkeerd zijn. Dus ik ga niet reageren op hun. Ik heb geen tijd voor dat. En daarom, ik heb ook geen tijd om vaak live te komen nu. Maar lieve mensen, ik werk nu voor de VAP. Ik ben nu in dienst bij de VAP. En ja, mijn hoerokogi de man, lik ala, lik van ala trasma eurokogi, bepaalde partijen, gilanti, et cetera, die kiswa moni. Dus mijn eurokogi die VAP, de maipaimi, et cetera. Dus ik ben in dienst bij de VAP, mijn eurokogi VAP. No, no. Dus en asan dat mag. Want ala desma sa eurokogi lanti, ala desma sandena dienst na uroko, sandena lanti na uroko, desma no kantaigi metaki na fusoso de uroko. Alla desma e kismoni ook tu. Da sa ide miranda no ma kismoni, da mi ma kismoni tu tok. Dus lieve mensen, mijn eurokogi, en we gaan niet reageren op een paar muizen en hoofdes. Want we zien hier een paar muizen en hoofdes die reageren hier. Maar geen aandacht aan besteden. Gewoon negeren. Dat doe ik ook. Ik ga niet op hun reageren. Want die muizen en hoofdes. Ja, eigenlijk zouden ze niet in de regering moeten zitten. Hè? Die muizen en hoofdes. Ze zouden eigenlijk niet in de regering moeten zitten. Maar ja, het zij zo. Dus ja, niets aan te doen. Maar God weet het. Lieve mensen, ik ga jullie groeten. Bye bye. One love. Ciao.